Vandaag is de dag dat we hopelijk de Tweede Kamer akkoord zal gaan met het sluiten, het definitieve sluiten van het Groningse gasveld. De Groningers hadden altijd gelijk. Het waren toen de woorden die het beste mijn gevoel weergaven. Er paste eigenlijk niets anders dan excuses voor alles wat er mis is gegaan. In die eerste weken waren twee dingen gebeurd die heel veel vertrouwen hadden gekost. Dat was al heel laag natuurlijk, maar de eerste twee weken van het kabinet namelijk. Mijn voorganger had aangekondigd dat de gaswinning verdubbeld zou worden. En het tweede was dat er een subsidieregeling was waar mensen massief op afkwamen. En mensen heel lang in de rij moesten staan. En die beide dingen leidden tot zoveel verontwaardiging dat er op de eerste zaterdag dat ik staatssecretaris was een fakkeltocht was met duizenden betogers. Dus zo trof ik Groningen aan als een provincie, een regio waar heel weinig vertrouwen meer was in de overheid. Schadeherstel, maar ook het versterken van de huizen. Het versterken van de huizen gaat over het feit dat die huizen bestand moeten zijn tegen aardbevingen. Dat hele proces niet goed loopt. En dat wist ik natuurlijk wel, dat kun je lezen op papier. Maar het grote verschil is gekomen doordat ik die gesprekken voerde. Dat je veel beter gevoel krijgt van wat er echt belangrijk is voor mensen. Wat me van alle gesprekken meest bijgebleven is een mevrouw die eigenlijk geholpen was na 10 jaar. Haar huis was versterkt, ze had een nieuw huis gekregen. Volgens mij had ze echt een nieuw huis gekregen. Maar wat me bijbleef in dat verhaal van haar is dat zij tegen mij zei, vrij indringend, dat ze, ik ben 10 jaar van mijn leven kwijt en die 10 jaar krijg ik nooit meer terug. En dat is wel even, als dat in een gesprek gezegd wordt, dat is heel zwaar. Dat is heel zwaar en dat is, als je dat goed wil doen, dus als je dit soort gesprekken goed wil doen, moet dat zwaar zijn, want dan moet het ook binnenkomen. Als het niet binnenkomt, heeft het geen zin. Dus daar werd ik bij vlagen emotioneel van. 27 maatregelen om het schadeherstel en de versterking beter te maken. Sorry, ik ga even. In de wet staat 1 oktober stoppen we. Dat betekent dat de vergunning wordt ingetrokken voor de NAM om daar gas te winnen. En dat betekent dat op termijn de installaties zullen worden afgebroken. Dus als het goed is, over een aantal jaren, dan zijn al die installaties weg uit het Groninger land. Maar dan zullen er ook steeds minder aardbevingen komen. En dat is natuurlijk waar het om gaat.